Woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in de gemeente Best. En daarom heeft Plein Best het idee geopperd om alle politieke partijen in Best uit te nodigen en hen 6 vragen voor te leggen. 5 vragen krijgen ze van tevoren en kunnen ze over nadenken. En de 6e vraag wordt een verrassingsvraag. Het interview wordt door mij afgenomen, Henk van den Heuvel, en gefilmd door Tom Lassink en Tjeerd Martens. Vandaag is aan de beurt John Verheijen, fractievoorzitter van de VVD. En we stellen hem ook 5 vragen en een verrassingsvraag. We zullen beginnen met vraag 1. Maar van tevoren wil ik natuurlijk graag weten van uit hoeveel leden bestaat uw fractie in de raad? En is er nog iets extra's bij? Henk, ik ben de lijsttrekker voor deze verkiezingen. Op plek 2 staat Ilone Vink, zit nu ook in de raad. Ja. Niels Schover staat op plek 3, zit ook in de raad. Dan komt de eerste nieuwelingen. Linda Schepers, echt de beste mevrouw. Woont ook in Best, een hele leven al in Best. Ja. Daarna gaan we door met Thierry Vriends, Aram Krol, Gert-Jan Farla en nog een oud-gediende Harry Smits. Ik mis de huidige wethouder. Nee, dat is bewust. Hè? Onze huidige wethouder heeft aangegeven dat hij graag nog een periode wethouder zou willen zijn. En staat daarom op de allerlaatste plek. En dat noemen we dan de lijstduwer. Ja. Hij is natuurlijk wel best bekend de afgelopen jaren als wethouder geworden. Dus hij is onze lijstduwer. Maar hij heeft wel aangegeven dat hij beschikbaar is als wethouderskandidaat. Ja. En dat heeft ook mevrouw Vink aangegeven. Dat als er een plek is, dat ze ook wel graag wethouder zou willen worden. Mooi. Dan gaan we nu naar de 5 vragen. Die hebben jullie van tevoren gekregen, alle partijen. De eerste vraag is, wat is uw mening over duurzaamheid? Ja, duurzaamheid, hè, zoals ik dat las, hè, dan verengen jullie dat een klein beetje tot zeg maar, die klimaatduurzaamheid. Ja. Maar wij zien duurzaamheid als veel breder. Hè, want als je maar naar de ene duurzaamheid kijkt, duurzaamheid is ook inzetbaarheid, gezondheid. Het duurzaam blijven wonen, duurzaam gezond blijven, duurzaam kunnen blijven werken. Maar ik snap de vraag waar jullie een klein beetje naartoe willen, hè, is over de klimaatakkoorden en de dingen die wij het beste met z'n allen willen gaan doen. En ja, je gaf het al aan, hè, het gasvrijmaken van de woning is een van die doelstellingen. Dat wordt een hele lastige. Als je een beetje de nieuws volgt, is het A, technisch lastig om het te doen. Want het moet kleinschalig ongeveer per woning gebeuren. Ja. En het is heel kostbaar. Dus als je best een beetje volgt wat er hier gebeurt, ook de VVD best zegt, dat gaan we meer op de lange termijn doen. Hè. Maar we gaan vooral kijken naar dingen die we op korte termijn kunnen doen. Bijvoorbeeld isoleren. Dat kun je per huis vrij makkelijk doen. Ja. Maar wat wel belangrijk is, doe dat lekker gefaseerd, rustig aan, neem de mensen mee, maar hou het ook betaalbaar. He, want het is niet alleen maar haalbaar technisch, maar ook is het betaalbaar voor de mensen. En als je nu al ziet, we gaan straks ook even praten over de gasprijzen en over de toegenomen kosten. Ja, 1, de planeet moet gered worden, dus we moeten wat aan duurzaamheid gaan doen. Ja. En 2, de prijzen voor de energie, die lopen echt, die gieren de pan uit. En dit soort maatregelen moet ook gaan bijdragen dat die kosten voor die mensen ook omlaag gaan. Maar als ik nou de tv hoor vanavond, er staat iets in over subsidies, hè, dat die ook teruggedraaid zullen moeten worden. Omdat die pot die heeft een bepaald bedrag, maar die is ook niet eindeloos. Hè? Nee, en uiteindelijk betalen we die pot ook zelf. Dat is natuurlijk een beetje een pot wat je doet, je vult hem en daarna kun je gebruiken. Ja, daar moeten we slim mee omgaan. En je moet gewoon kijken, wat zijn de maatregelen op korte termijn die het meeste rendement leveren. Dus waar je zegt, dat is nog betaalbaar voor de mensen. Want ook als het uit de gemeentepot komt, wordt betaald door de mensen. Ja, want uiteindelijk vullen we zelf die pot. Maar betaalbaarheid en die haalbaarheid, maar vooral de mensen meenemen. Een klein voorbeeld, Henk, ik ben nu zelf bezig om zonnepanelen te leggen. Ja. Ik heb 5 partijen uitgenodigd. Ja, ik ben techneut, ik ben wethouder financiën, dus ik kan al een klein beetje rekenen. Maar het is wel lastig om dat te doen. En dus we zullen als gemeente ook in moeten zetten om mensen te helpen om goede keuzes te maken. Wat is er voor die mensen op dat situatie, bij die woning, de beste keuze? Gisteren is daar een rol dan voor Best Duurzaam bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk. Gisteren hebben we natuurlijk over de warmtevisie, transitie warmtevisie gesproken. En Best Duurzaam heeft ingesproken. Ja. En die kunnen heel helder duidelijk maken, zeg maar in normale mensentalen, wat dat betekent voor mensen. En Best Duurzaam is heel actief in Best. Hè. We staan vandaag weer in Groen Best met een artikel. En zij geven ook aan dat gasvrij, het moet wel, maar het is allemaal wel heel complex en het is duur. En ze komen graag bij je thuis, hè? Ja. En in hele simpele antwoorden geven ze antwoord op jouw vragen, hè?
Ja, en de vraag is natuurlijk, sommige mensen is dat wat makkelijk om dat financieel te kunnen dragen, ja, dit soort grote ingrepen. Want kijk, men praat gemakkelijk over even een warmtepomp of zonnepanelen. Ja. Maar het zijn natuurlijk grote bedragen die betaald moeten worden. Kijk, en daar kan de gemeente natuurlijk wel een rol in spelen. He, door, wij kunnen relatief laag lenen bij de Rijksoverheid. Ja. Dan zou je kunnen kijken, kun je het zo uitrekenen dat de mensen de besparing op de energie gelijk is aan zeg maar, het bedrag wat ze terug zouden moeten betalen. Ja. En dan wordt het in principe voor de mensen dan is het niet aantrekkelijk. Dan wordt het aantrekkelijk. Ja. En dat zal niet overal haalbaar zijn. Nee. Maar we kunnen misschien wel kijken bij of welke wijken, welke woningen, welke gezinnen dat soort maatregelen zouden kunnen helpen. Ja, het mooie is dat je mensen van Best Duurzaam, die er echt verstand van hebben, gewoon gratis bij je thuis kunt uitnodigen om te zeggen van nou, maak eens een scan van mijn huis. Om te kijken van wat is nou mogelijk, hè? Ja, maar als we echt de tempo wat het Rijk nu aangeeft in 2030, zeg maar die grote stappen moeten maken, dan moet Best Duurzaam denk ik wel heel erg uit gaan breiden. En wij spelen meer dingen mee. Ja. Eén is het technische, maar ook het personeel krijgen. Ja. Hebben we dadelijk voldoende personeel om al die warmtepompen, al die netten aan te sluiten? Is het energienet, en best mag zich best wel gelukkig prijzen dat we zeg maar, goed in die energienetten zitten. Ja. Maar kunnen we dan in de regionaal al die energie wel kwijt in het netwerk? Ja, want ze krijgen nou wel storingen. Ja. Maar wat ik wel ook weer zie in deze regio, want Brainport is natuurlijk een geweldige regio waar we inwonen. Met veel kennis, veel innovatie, maar ook veel ontwikkelkracht. Ja. Dat ik ook wel kansen voor onze regio zie om daar zeg maar, in Nederland, misschien wel Europees, een hele grote rol in te spelen. Ja. Om te kijken, en dat zijn we niet over het isoleren, maar dat zijn bestaande technieken. Maar om te kijken naar echt nieuwe technieken, opslagtechnieken van energie, het terugwinnen van energie, het verbruik, transporteren van energie. Want vergeet niet, het energietransport verliest heel veel. Ja. En daar zie ik wel heel grote kansen voor onze regio, Henk. Maar dat is een heel groot onderwerp, hè? Ja, maar en wij hebben nog meer vragen, dus is het dadelijk allemaal behapbaar, hè? Want de tweede vraag is het jeugd- en jongerenwerk in Best, is dat goed geregeld? Of kan dat nog beter? Of is het goed zo? Kijk, alles kan beter, Henk, altijd. Ja, ja. Hè? Maar in de basis is het jeugd- en jongerenwerk goed geregeld. Ja. We hebben een mooi jongerencentrum met Todo, je bent er vaak geweest, we hebben het net over gesproken. We hebben goede jeugd- en jongerenwerkers in Best die heel actief zijn. Ja. We hebben buurtcoaches. En om één voorbeeld te geven, Henk, als je de kermis kijkt, waar er wat problemen verwacht, hoe die jeugdwerkers het hebben opgelost, dat hadden wij niet gekund. Op die manier, daar ligt hun expertise, ligt hun kracht. Dus dat is bij carnaval ook, hè, bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon in Best goed geregeld. Maar er zijn wel een paar punten waar we ons zorgen over maken. Ja. Wat gebeurt er met corona met onze jeugd? Ja. Ik heb zelf ook twee kinderen die dan gewoon verplicht thuis zitten, weinig kunnen doen. Wat zijn de gevolgen in kader van eenzaamheid voor die jongeren? Het gemis aan achterstanden, leerachterstanden door het thuisonderwijs. En we zijn er nog niet vanaf. Dus dat is een van de punten waar we aandacht voor zullen vragen in de komende periode aan de wethouder. Het tweede is sociale media. Je ziet steeds meer het pesten, het uitsluiten, dat soort gedrag. Was het eerst de jongeren? Ook de ouderen, in het hele coronadebat. Ja. Maar zeker in de jeugd, daar gaan we ook aandacht voor vragen. Hoe gaan we daar zorgen dat we daarin Best misschien met de jeugd- en jongerenwerk meer aandacht kunnen schenken. Dus er zijn steeds wel wat dingen die we met de jeugd- en jongeren, ondanks dat we ze heel erg goed vinden, nog wel zouden kunnen verbeteren. Wat betreft de corona bijvoorbeeld, ik las vandaag weer in de krant dat 48% van de gevallen die besmet zijn, dat er vooral plaatsvindt bij de jongeren, hè? Dus dat is ook een probleem, maar dat komt natuurlijk ook door het lang thuis zitten. Hè? Ja, en dan op een gegeven moment gaan ze los. Hè? Ja. En dan is het ook op een kleine ruimte in een zaal met veel kinderen. Ja, dan gaat het heel erg snel. Kijk naar het onderwijs. Ja. En één puntje waar we nog mee bezig zijn, wat ik ook wel wat zorgen over maak, is zeg maar, de verschuiving van de dienstverlening in het jeugdwerk van heel veel kleine instellingen, ZZP'ers, naar een aantal grote. Ja. Ik zeg niet dat het goed of slecht is. Nee. Efficiëntie kan soms goed zijn, maar de kwaliteit moet wel gewapend blijven. En daar zullen we ook als VVD Best veel aandacht voor vragen. Hoe zou je dat kunnen doen bijvoorbeeld? Nou, gewoon zodat de wethouder monitort wordt de kwaliteit. De mensen die zorg krijgen, wat zij van die zorg vinden. Ja. Vroeger zaten ze misschien in de buurt bij een ZZP'er heel vertrouwd. Ja. En nu gaan ze misschien naar een grotere instelling, wat misschien afstandelijker is. Ja. Ik weet het niet, dat moet zich uitwijzen. Maar wij willen wel graag dat de wethouder dat indringend gaat volgen. Dan gaan we nou naar vraag die. De prijzen schieten omhoog. Gas, elektriciteit, steeds meer alleenstaande gezinnen, scheidingen of anders. Maar enorme problemen. Gaan we daar iets aan doen?
Ja, met we is altijd makkelijk, hè? Wie is ja, we? Ja, ja. Nee, maar kijk, hiervoor geldt ook, inkomenspolitiek is heel lastig om in een dorp te doen. Ja. Om iedereen individueel te behandelen. Dit soort problemen, hè, het was net op het journaal ook, hè, de ja. inflatie zit op gemiddeld 2,7 en ja. de lonen zitten veel lager. Hè, ja. En de laatste maanden zitten we op 7% inflatie. Dus het gaat ook heel hard. Ja. De prijzen stijgen heel erg hard. Dat kunnen wij als dorp niet in ons eentje zeg maar, compenseren. Nee. Dat is niet. We kunnen wel de uitvoering doen. Maar hier zal echt het Rijk in moeten springen om die compensatie op wat voor manier dan ook, of financieel of op een andere manier, te compenseren. Wij kunnen de uitvoering doen, hè, want wij kennen de mensen ja. en wij weten ook waar de gevallen zitten. Maar om als gemeente een inkomenspolitiek te doen, om te zeggen dat gezin wel, dat niet, vergt een hele hoop administratie. Ja, we kennen de toeslagenaffaire, ja. hoe lastig dat is om dit soort regelingen te maken. Maar het is wel een groot probleem. Als je ziet nou die AOW'ers die nauwelijks hun pensioen hebben. Ja. En die niet meestijgen. Ja, ik zeg al, ik net voor het hier kwam, ja. was het op het journaal. Ja. Dat vooral die AOW'ers die zonder pensioen zitten. Ja. ja, en dat ook nog zeg maar het kabinet probeert niet AOW mee te laten stijgen voor iedereen. Alleen met degenen die geen pensioen hebben. Ja, dat worden hele aparte regelingen natuurlijk. Ja. En ja, dus ja, die mensen, we zullen moeten gaan kijken compenseren. We zullen gaan kijken hoe het op gaan lossen. Afhankelijk van tijd. Nee, maar kijk, als we hier, Henk, we kunnen een vrij makkelijk rekensommetje maken. Ja. Stel dat wij hier, pak even dat wij 12.500 gezinnen hebben of alleenstaanden. Ja. Ja, als je die allemaal 10.000 euro geeft, ja, dan hebben wij, is onze reserve in de gemeente is gewoon in een half jaar is die weg. Ja, dat zie je nou in Groningen, hè? Ja. Is de potter 300 miljoen in één dag is ja, verdampt. In één dag en dan? En dan, is het, op zich is dat niet erg. Nee. Maar er is een hele grote groep die niet geholpen wordt. Nee. Dus dan is het eigenlijk van, ja, we denken dat we goed werk doen, maar door een hele grote groep te vergeten, ja, blijf je op die achterstand staan. Dus ja, ik denk dat hier gewoon op landelijk niveau moet je compensatieregeling voorkomen, ja. of belastingmaatregelen, ja. of wat voor regelingen dan ook. Op eigen gebied kunnen jullie er zelf als gemeente... Ja, natuurlijk. Kijk, wat we hebben natuurlijk, als mensen in de problemen komen, hebben we al die vangnetten. Ja. We hebben het best sociaal heel goed voor elkaar. Ja. We hebben heel veel vangnetten. Dus gezinnen die niet kunnen, of met kinderen die niet kunnen sporten, mensen die bepaalde dingen niet kunnen betalen, schuldhulpsanering, zijn is allemaal goed georganiseerd. Ja. Ja, dus we hebben voor degenen die door het vangnet heen, of die door het net heen vallen, hebben we een vangnet. Ja. En die zijn heel veel regelen en die zijn ook gewoon gefinancierd en zit er goed. Alleen ja, het is ja, het meest verrangend natuurlijk als je net daarboven zit, ja. Ja, dan leid je wel die pijn. Maar het is vooral afwachten wat bovenaan gebeurt, hè? Ja, vanuit de regering. Maar er is nu ook gezegd, hè, dat men vooral in de eerste maanden, als men een regeringsverklaring gaat afgeven deze week, ver van ons bedshow, hè, dat hoor ik in Den Haag, maar daar moeten wel de regelingen en de financiën vandaan komen. Gaan we door. Moet best wel eigenlijk zelfstandig blijven, of kunnen we niet beter een wijk van Eindhoven worden? Je zit er twee oerbessenaren tegenover elkaar heen, dus het antwoord kun je zelf wel geven. Nee, best moet zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Want het in elkaar schrijven van gemeentes leidt niet tot een beter best. Dat leidt niet tot een beter best. Waar we wel voor zijn, daar kom ik daar wel even op terug. Ja, ja. Hè? Dus best moet zelfstandig blijven, zolang dat kan. Ja. En je moet vooral gaan samenwerken. Ja. Samenwerken in de regio. En het mooie is dat de gemeenteraad van Best juist dat veel intensiever voorstelt dan die andere gemeenten in de regio. Dus je moet gewoon veel meer gaan samenwerken. De kracht gebruiken van de regio, de kracht gebruiken van de gemeente. En gewoon zorgen dat je goed gaat samenwerken. Ja. En geen wijk van Eindhoven worden, mijn angst is, en angst is een slechte raadgever is, waar kiest de gemeente Eindhoven voor als je gaat naar het voorzieningenniveau? Ja. We hebben samen lang, best vooruit, allebei heel lang gezeten, hele mooie velden, atletiekvereniging ligt erbij, de tennisvelden, perfect. Alles ligt er perfect bij. Ja. Ga naar Eindhoven kijken, daar is het wel een stapje minder. Niet dat het slecht is, het is wel wat minder. Dus als je dat als gemeentepolitiek, stel dat je allemaal één groot Eindhoven wordt, moet gaan kiezen, ja, dan gaat de randgemeente geen mooiere locaties krijgen dan de centrale gemeente. Dus dan zal het in best gewoon het voorzieningenniveau, zowel het groenvoorziening als de sportvoorzieningen. Ja. Kijk, we hebben ook al een discussie over het zwembad gehad. Ja. Deze raad heeft gezegd, ja, het kost geld, maar dat willen we. Wat zegt Eindhoven? Nee, doe maar gewoon dicht en kom maar in Eindhoven zwemmen. Ja. Ja, welke vrouw met kinderen gaat befietsen de tongenreep? Nee, dat doet niet. Het zal er best wel eentje zijn, maar dat is niet om even een uurtje te gaan zwemmen met je kinderen. Dus wat de VVD best betreft, zolang het kan, zolang we toch kunnen bestieren met z'n allen, blijft best zelfstandig. Ook de NTD, waarom ben je in Best gaan wonen? Waarom gewoon mensen in Best wonen? Om toch die dorpse rust, die dorpse samengezelligheid te hebben en uit de stad te zijn. Maar als u nou in de glazen bol kijkt, lukt dat? Nou, volgens mij doen we het heel erg goed als de gemeente Best. Ja. En dan zou ik er veel meer voor zijn. Zoek dan een samenwerking op met de, stel dat Oorschot dezelfde glazen bol heeft, zoek dan met Oorschot en met Zon en Borensterke, noordelijke regio. Ja. Want
Ja, Valkenswaard, Eersel. Er zijn ook andere gemeentes dan Best en aan deze kant van, zeg maar, van Eindhoven. Maar als ik dat combineer met vraag 5, Best krijgt ook te maken met financiële problemen. Hè? Waarom? We hebben nog steeds een reservepotje, maar ja. Is dat eindeloos? Want ik krijg ooit het gevoel dat er maar uitgepakt kan worden. Nee, het... dat is hetzelfde bij jou, Henk, hè? Dat je ook een goede spaarpot hebt. Ja. Maar er zit wel een bodem in, en dat geldt ook voor de gemeentekas. Ja. Maar daarvoor is de gemeenteraad. Ja. Daarvoor is de gemeenteraad, de wethouder. We hebben aangegeven, dat heeft met een bepaalde systematiek te maken, ja. Dat wij altijd een goed weerstandsvermogen willen hebben. Ja. En dat betekent dat je al je schulden, ook alle risico's op zouden treden, dat je die allemaal kunt betalen. En dan ben je gewoon gezond. Dat kunnen wij nog heel erg ruim. Er zijn zelfs mensen in de gemeente zeggen, nou, jullie zijn wel heel erg zuinig. Ja, deze raad is zuinig en denk goed na over dingen die ze uitgeven. Maar voor ons nog is het niet nodig. Onze begroting is elk jaar nog sluitend. We hebben nog wat ruimte in de begroting om extra dingen te doen. Ook in deze periode is er nog extra ruimte. Dus voor ons nog zijn die problemen er niet. En we hoeven niet bang te zijn dat de omzet, de ongeroerd goedbelasting sneller omhoog gaat. Zaakbelasting, OZB-belasting. Ja. Nee, kijk, 1% op omhoog scheelt 40.000 euro. Ja. Nou, dat zijn niet de grote problemen. Dus nee. Als je zegt, je moet echt naar, stel dat je dan 1 miljoen tekort met de OZB op kan vangen. Ja, dan gaan we met hele hoge percentages. Ja. En ik sluit niet aan dat je misschien in de toekomst wel iets moet gaan doen om op het voorzieningenniveau te blijven waar je nu zit. Ja. Maar je kunt natuurlijk met z'n allen verkiezen om te zeggen, nou weet je wat, we doen alle voorzieningen een stapje minder. Ja. Nou, dat zijn keuzes. Dit zijn keuzes die de raad moet gaan maken. Ja. Als we in de toekomst in de problemen zou dreigen te gaan komen, niet als we erin komen, maar als we dreigen te gaan komen, zou je wel eens een keuze moeten maken. Nou, dan gaan we op sommige dingen misschien wel een stapje minder doen. Maar het reservepotje is nog ruim gevuld. Okay. Ja, het weerstandsvermogen staat nog op goed uitstekend. Dus we kunnen nog een aantal keer al onze problemen kunnen betalen. Maar we moeten wel, ook een beetje oud-wethouder financiën, wel op de kist blijven zitten en zuinig blijven omgaan met de centen. Ja. En daar mogen alle mensen ons best ook over aanspreken en ook op afrekenen, mochten we dingen doen waarvan men zegt. Nou ja, gisteren hadden we een discussie met iemand ook van Beursbox, die ook zei, denk eraan als je geld uitgeeft in een bepaalde, nou, denk daar goed over na. Ja. Daar mag je ons op afrekenen, daar zitten wij voor. Dan zijn we bij de laatste vraag. De verrassingsvraag. Een verrassingsvraag. Waarschijnlijk weet iedereen wel in welke richting dat gaat. Gaat Best als laatste gemeente in Nederland een traditioneel gemeentehuis bouwen? En juist in het midden van het centrum, dat bruisend moet zijn, of zijn er andere mogelijkheden? Of is het nog niet definitief beslist? Want de inwoners van Best krijgen nou het gevoel van, het is al beslist, langs Zeeman komt het gemeentehuis, punt. En dan vinden de mensen gewoon jammer. En ik denk bijvoorbeeld aan de ouderen die nou het verwijt krijgen dat die in een huis willen blijven wonen. Nee, ouderen willen best verhuizen, maar die willen dicht bij winkels en op een plaats waar ze ook makkelijk een huis kunnen huren of kopen. En dat zou bijvoorbeeld in het centrum kunnen zijn. Nou, er is nog niks besloten, hè? Oh. Definitief, hè? Wat is er besloten? Er zijn drie scenario's uitgewerkt. Ja. Huidige gemeentehuis renoveren. Huidige gemeentehuis slopen, op dezelfde plek een nieuwe bouwen en op de Zeeman, dus de derde variant bij de Zeeman, een gemeentehuis. Die variant is even als focusvariant eruit, die wordt nu gewoon verder uitgewerkt en er moeten nog heel veel stappen genomen worden om dat te doen. De locatie, nou ja, je ziet nu een klein beetje de tendens, hè? Eerst riep iedereen in het centrum, we hebben nu de betrokken Bessenaren hebben een brief geschreven, er zijn meer mensen die hebben ons uitgenodigd om een keer te gaan praten over de locatie. En wat een beetje nou bij de VVD Best apart is, wij twijfelden ook inderdaad. Ja. Dat kun je ook zien, hè? Ik ga maar terugkijken. Er zijn mensen die zeggen, ja, in het centrum, het hoort in het centrum. Zeiden ja, anderen zeiden, zet maar op industrieterrein, want het is gewoon een bedrijf. Ja. Anderen zeiden, kijk naar de stationsomgeving. Die race is denk ik nog niet gelopen. Nee. Hoewel, we hebben gezegd met z'n allen, als voorkeur, er is over gestemd, doen we het in het centrum. Kijk naar het CDA, ook een beetje wat ze gelezen hebben in Groei in Best. Hè? Die hebben ook gezegd, nou, beter ten halve keer dan ten hele verdwaald. Dus ik denk dat die discussie nog wel zeker een keer terug gaat komen. Dus de mogelijkheden van bijvoorbeeld stationsruimte, het plein, die is er ook nog? Pas als raad aan het einde het geld ter beschikking stelt, dan is het definitief. Alles daarvoor kun je nog wijzigen. En kijk, uiteindelijk neemt de raad een besluit, hebben we genomen, nou, als voorkeurspositie langs de Zeeman. Maar het sentiment en de discussie begint nu. Ja, en de raad kan nog steeds een ander besluit nemen, dat kan altijd. Dat is helemaal niks definitief. Maar vindt u een gemeentehuis dat na 5 uur 's avonds gesloten is, vindt u dat iets bijdragen aan een bruisend centrum?
Of dat niet? Ligt eraan. Nou, kijk, wij hebben natuurlijk als VVD gezegd, maak het multifunctioneel. Ja. Mijn collega's D66 hebben geroepen, nou, zet de bibliotheek zet erbij. Ja. Wij hebben gezegd, maak dat gebouw multifunctioneel. Je kan ook zeggen, doe 2 etages gemeentehuis. Ja. Veel kleiner en mensen gaan ook veel meer thuiswerken, locatie werken. Ja. Nou, wat meneer Bisschops vroeger al zei, ga in die wijken werken. Ja. En ga in die wijken. En maak de boven gewoon appartementen. Ja. En dat heeft mevrouw Vink betoogd in de raad. Nou, maak dat multifunctioneel. Dus de discussie is nog niet gelopen. Nee. Er zijn wat voorlopige discussies besluiten genomen. Doe het langs Zeeman. Er wordt nu gerekend, er wordt nu gekeken. Ja. Maar alles is nog open. Het is je merkt gewoon een sentiment. Wij hebben wel voorgestemd. Maar we hebben ook aangegeven dat wij als fractie intern nog steeds twijfelen doen. Maar ik zie de discussie nog wel een keertje gebeuren. Ik denk dat je terugkomt, want ik zie steeds meer partijen die of via Groeien Best of via andere media reageren en zeggen van ja, we weten het nog niet per se. Nee, uiteindelijk zijn we volksvertegenwoordigers, Henk. Ja, daarom. En we zijn niet voor onszelf op die stoel gaan zitten. Dit waren de 6 vragen. Ik bedank je heel hartelijk. Jij bedankt. Wat een fijn gesprek en ik wens je in ieder geval succes dadelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, en mag ik jullie allemaal danken dat wij dit platform mogen gebruiken om onze boodschappen te vertellen. En er kan nog veel meer gebruikt worden, hè, Klein Best. Bedankt.